Op zaterdag 21 mei vond er in Sporthal de Braken in Bokstel een internationale kattenshow plaats, waarbij zo'n 130 zogenaamde ragdolls streden om de kampioenstitel. Internationaal bekende keurmeesters onderwierpen de katten aan een uitgebreide kattenkeuring. You are from Denmark? Ja. What is he doing now? Lee is judging one of the best ragdoll males we have in Denmark. He is talking about his type, his how the body is built. And is the second one also? It's also from Denmark. It's from the same litter. Okay. So it brothers. His name is Brazil and his name is Bounty. De ragdoll vindt zijn oorsprong in de jaren 60 in Amerika. Ragdoll betekent letterlijk lappenpop, omdat de kat zich in de armen van zijn baasje echt laat hangen. De ragdoll is een echte binnenkat en heeft een zacht, speels en sociaal karakter. Yeah, really, he liked this cat? Very much, I'm very fond of him. And his brother in the other cage. Yeah, he is my pride. Yeah. You go to many countries with the cats? Oh yeah, we do. We travel a lot and a lot of shows. We enjoy going to shows and the cats love it, so we do it a lot. We make a lot of new friends and yeah, it's quite fun. I love my sport. Beautiful hobby. Yeah, it is, really. And you can do it even if you're old. And Holly from Denmark? Yeah, we're from Denmark, yeah. But also Norway? Yeah, Norway's here as well, and Sweden. And Germany? Yeah, Germany, yeah. Belgium? Yeah, Belgium, yeah, a lot of countries, so yeah. It's a really big thing going on. You know here. All these people? Most. Facebook okay. Is good, so we can get good in contact. Tijdens de kattenshow konden de liefhebbers hun hart ophalen aan de vele kattenattributen die er te koop waren. Van speeltjes tot en met shampoos en manden. Alles was er te vinden. Tijdens de show ontmoeten we Monique van der Struik van Oplo uit Lennisheuvel. Een ervaren ragdollfokker en dat kwam mooi uit, want we hadden best veel vragen. Ik ben hier omdat ik dus ragdollketterie heb. Ik fok ragdolls. Dus de show is wel heel interessant voor mij om eens te gaan kijken. Ja. Heb jij zelf ook katten die nu vandaag meedoen? Nee, ik had twee katten willen inschrijven, maar nee, ik heb ze uiteindelijk niet ingeschreven. Dus ik ben hier alleen als toeschouwer vandaag. Maar dan weet jij ook een beetje hoe het organisatorisch in elkaar zit. Hoe zit dat nou precies? Want er zijn heel veel events met katten. De reden waarom ik dus ook vandaag hier niet ben met mijn katten is omdat ik normaal gesproken bij de onafhankelijke shows mijn katten exposeer. En de titels die je daar haalt, die tellen hier niet. Want Moenikat valt onder de FIFE en die hebben dus hun eigen puntentelling, hun eigen titels. En ze accepteren dus elkaars titels niet. Dus dat is jammer, want dan is je kat inmiddels al kampioen of international premier en hier begin je op nul. Vandaar dat je meestal kiest voor één bepaalde show en dat volhoudt. Want dan kun je doorgroeien met je kat in, ja, en titels halen en hier start je weer op nul. En als je dan een titel hebt, wat kent dan iedereen je? Nou nee, het is zo dat je drie keer, als je bijvoorbeeld voor een kampioenstitel, moet je drie maal op een show de beste zijn, zeg maar. Dan kijken ze wel naar welke kleur en variëteit, want je hebt natuurlijk verschillende variëteiten. Je hebt misschien als hond gekeken, je hebt allerlei verschillende aftekeningen. En per aftekening en kleur wordt dan de beste uitgekozen. Ben jij de beste, krijg jij je punt. Haal je drie keer bij drie verschillende keurmeesters een punt, dan heb je dus een kampioenstitel gehaald. Die kun je registreren en dan krijg je certificaat. Mag je ook de kampioenstitel dragen, zeg maar. Verschillende internationale keurmeesters bekijken de katten en beoordelen deze. En de katten komen van heinde en ver. Hoe vinden zij al dat reizen? Ik denk dat het verschillend is. Ik heb zelf ook katten. Sommigen vinden het prima in de auto, anderen beginnen al te mouwen op het moment dat je aanrijdt. En ik kan me voorstellen, als je uit het buitenland komt, dan moet je ook met die katten in een hotel. Daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar ik heb het idee dat het best wel goed gaat. Die katten zijn wel heel relaxed. Die vinden het ook wel prima om de hele dag zo lekker in een kooitje te gaan liggen. En daar zijn ook wel echte ragdolls, relaxte katten. De katten ogen inderdaad vrij relaxed, want ze hebben al een heel stuk moeten reizen. Zitten in een vreemde hal, maar zo te zien, deze kat uit Zweden laat zich heerlijk kammen en vertroetelen door haar baasje. En af en toe wordt ze een beetje afgeleid met een speeltje. Ze moet natuurlijk wel heel mooi zijn voor de keuring. Hey Jolene, zou je soms niet een kat willen zijn die zo op reis gaat?
Nou, op reis niet, maar wel om zo lekker te kunnen liggen, Hans. Maar ja, shows, ik weet het niet. Het is wel leuk, hè? Ja, ik vind het wel leuk, maar eerlijk gezegd, het ruikt wel een beetje hier. Heb jij dat ook? Ik neem aan dat je de katten bedoelt. Ja, jij niet. Vertel eens even, je verkoopt hier allerlei mooie spulletjes, althans je hebt ze hier uitgestald. Ja. Maar we hadden het net even over dat het toch wel hier erg ruikt. Hoe komt dat nou eigenlijk? Zijn dat de katten nou? Nou, als de katten zouden zijn, zou het niet best zijn. Nee, dat is het speelgoed wat de mensen in de kooi hebben liggen. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van een bolletje. En er zit dan als vulling zit er meestal of wat watten in. Maar meestal zit daar valeriaan of kattenkruid zitten bij in. En dat ruikt zo sterk. Vooral als dat dan op een gegeven moment nat wordt. Door het slijm van de katten. En dat wil je dan graag wegleggen. En waar doen ze dat dan voor? Waar dient dat voor? Rustgevend. De kat is er rustig bij, die speelt ermee en is daardoor wat relaxter in de kooi en dergelijke. En hoe gaat dat met de kattenbak? Als je met de auto gaat, dan ik neem hem altijd wel mee. Wij reizen nooit zo heel ver. Ik ga België meestal en Nederland showen. Maar dan moet je op gezette tijden even stoppen en die kat even op de kattenbak zetten, zeg maar. Maar vaak eten en gebruiken ze de kattenbak weinig op zo'n show. Ze eten ook weinig op zo'n dag, zeg maar. Dus dan gebruiken ze ook de kattenbak automatisch minder. Er is hier iemand uit Brazilië. Die komen natuurlijk met vliegtuig. Hoe doen ze dat dan? Het ligt er een beetje aan met welke maatschappij je vliegt, maar vaak mag je de kat gewoon als handbagage meenemen in de cockpit. Dus dan handbagage? Ja, dan is hij gewoon bij je, zeg maar, mag je hem op schoot hebben, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan hoeft hij niet echt als cargo, zeg maar, in een kooitje. Sommige luchtvaartmaatschappijen wel, maar je hebt er wel bij waar je de kat gewoon mee mag nemen in de cabine. Maar hoe zit het dan met inentingen en dat soort spullen? Ja, die moeten ze allemaal wel gehad hebben, daar is ook hier de eerste keuring voor. U bent nu aan het wachten. Do you speak English? Yes. Are you waiting for the next round? Yes. You have how many cats here? Two. Yes. You are from? France. Okay, thank you. Nou, ik heb nog eigenlijk één vraag die op mijn tong brandt. Want je bent 4 jaar bezig, hoorde ik net. Wat kost nou zo'n kat als ik nou zo'n kat zou willen hebben? Als je bij mij een kitten koopt gewoon voor de liefhebberij, dus niet voor de fok, betaal je €750. Daarbij zijn wel de inbegrepen dat de kat gecastreerd of gesteriliseerd is. Zij is gechipt, zij is compleet ingeënt. Ja, met stamboom, met inentingsboekje, gezondheidsverklaring van de dierenarts, dus inclusief alles. Maar als ik hem niet gecastreerd of niet gesteriliseerd wil hebben? Dat kan, maar dat moet je niet bij mij zijn. Bij mij gaan alle kittens gecastreerd of gesteriliseerd weg. Als ik hem dus wil kopen voor de fok, ja, dan gelden daar weer andere prijzen voor. Dan moet je gauw denken aan €1250. Maar dan verkoop ik ook alleen aan ook echt erkende ketteries, vaak die je dus ook kent. Dat je weet hoe ze met hun katten omgaan. Je wil niet dat jouw katten in een broodfok terechtkomen. Dat is eigenlijk de reden waarom ze ook gesteriliseerd van huis af vertrekken, zeg maar.